Helikon MBO Nijmegen is een excellente school. Door intensieve samenwerking met bedrijven uit de regio is het certificaat van branchevereniging VHG toegekend. Deze vereniging reikte deze maand ook certificaten uit aan leerbedrijven die met Helikon samenwerkten. Deze excellente leerscholen gaven leerlingen mogelijkheden tot gastlessen en het opdoen van praktijkervaring. Woensdag is internationale Coming Out Day. Op verschillende plekken in Nijmegen omgeving werd stilgestaan bij gelijke rechten voor de LHTB-gemeenschap. Met de bekende regenboogvlaggen vroegen instanties aandacht voor tolerantie en diversiteit in de maatschappij. In de binnenstad werden allerlei activiteiten rondom het thema georganiseerd. Wethouder Beert Frinks van Nijmegen onthulde een vlag aan de Sint-Stevenskerk in Nijmegen. Die vlag hing er echter maar kort. Door de wind kwam de regenboogvlag al snel weer naar beneden. Drie Nijmegenaren prijken in de duurzame 100-lijst van Dagblad Trouw. Het gaat om wethouder Harriet Tiemens, Radboud UMC-bestuurder Katie van Beek en Johan Freins, directeur van het bedrijf Banktrack. Wethouder Tiemens, aanjager van onder meer Nijmegen Green Capital en de fietsmanifestatie VeloCity, is met stip binnengekomen in de lijst. Zij eindigt op plek 5. Van Beek, onlangs gestopt als bestuurder bij het Radboud UMC, verminderde de voedselverspilling in het ziekenhuis met ruim 1/3. Het Radboud UMC schakelde over op bepaalde uniformen waarvoor 97% minder water en 46% minder energie nodig is voor de productie van die katoenen uniformen. Johan Freins is directeur van de firma Banktrack. Dat bedrijf stelt zich tot doel banken te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze hebben voor de projecten waar ze geld in steken.